Wie is het meest intelligent op het veld? De C's. Ja. Experiment. Ja. Draait goed door op de juiste momenten. Weet zijn eigen ook in te houden wanneer het moet. Zicht op het veld. Anders misschien ook de Bert. Vindt ook al altijd de gaatjes. Ja. Eén van die twee. Top. Ik denk dat ik jullie in de palm is. Dat is niet moeilijk, ja. Ik vind hem Bim, maar als een ervaring. Die heeft de snelheid niet meer, maar die positiespel, ja. Die is een coaching. En zie je zelf een slechte bal inspelen. Dus jij leest het spel ook goed. Je leest het wel. Volgens mij, qua voetbalintelligentie, is een Bim wel. Een Bim? Ja, Bim of Palmers vind ik. Ja. Dat die al wat ouder zijn. Ik kan gewoon echt een perfecte wedstrijd puur op intelligentie spelen. Op, gewoon, allee, op ervaring kan je echt gewoon een perfecte wedstrijd spelen. Ik denk dat een Bim. Weet ook gewoon altijd waar dat hij moet lopen. Ja, hij is niet meer van de rapsen, maar je weet gewoon dat ik daar aan staan en doe je een op trein vind ik het ook altijd lastig om tegen Bim te spelen. Ja. Weet ook elk duel. Je kunt wel snel proberen wegdraaien en zo, maar er is altijd wel een voetje ertussen. Ja, dat is waar. Nico? Ik vind... Moet ook iets zeggen. Ik vind de Palmers ook wel heel... die loopt wel, maar die loopt niet zoveel. Maar die kan wel het spelken van heel middenveld. Zo. Mm. Die kan wel... Voor mij de Palmers zijn wel. Ik wou zeggen de Ruben, maar dat is iets veranderd. Ja. Ik denk de C ook. Ja, de C. Ik snap er wel bij. Je ziet dat hij wegdraait en zo. Ja. Nee, die kijkt gewoon over de schouder altijd en had vaak gezien. Ik kan het dan ook nog iets belopen. Ja. Zeker. De C loopt nog wel veel, nog iets veel te veel. Maar die is, ja, inderdaad. Dat is een groeiproces, hè? Ja. De C die is jaar of 29, dan ben je 35 of zo. Op de ervaring na kunnen zeggen. Op de ervaring na kunnen zeggen dat de C ook niet in de voetbal is, maar ik denk dat een Bender momenteel. Voor mij stik je er momenteel bovenuit qua ervaring. Je ziet bekend nooit de Bender afgelopen worden door de spits en weet ook inderdaad. Dat is gewoon in een positiespel. Dat is een kennis van het spelletje. Op het veld. Op het veld zou ik zeggen Brommer of Ben, omdat die ook het meeste ervaring hebben. Ja. En met die ook wel, is het nog van echt, en die communiceren ook alles wel vrij goed, dus denk Brommer in Bint, en ja, niet goed beslissen mee. Ja, maar ik zou het zeggen, ik heb twee met mijn ervaring. Vooral die ervaring. Ja, dat is eigenlijk... Je weet ook wel echt wat je moet doen op welk moment eigenlijk. Als je een match spelen in welke tactiek, welke tegen welke tegenstander dat je gebruikt om aanpassen. Dus die mensen zijn wel... Ja, die twee. Is niemand zo. Goh. De Brommer zie je het ook allemaal wel echt. In die altijd in de kern dicht lopen, oké, dicht, die zit heel vaak tussen de pas. Hetzelfde met de min, ook heel vaak goede posities wel. Maar voor mij is dat gewoon kijk hier de verdedigers en er middenvelders of aanvallers. Ik heb hier echt voor me, dus ik zie dat allemaal wel. Kijk, er zijn aanvallers. Ja. De Ruben, nee. Misschien niet. ja, en de Bert in de C, ja, die moet je lekker niet zijn. Draai goed door op de juiste momenten. Ik weet het gastje te vinden. Sorry.